Voor een liter benzine betaal je bijna €1,76 en voor diesel een krappe €1,43. Terwijl je voor LPG maar 80 cent neertelt. Autohandelaar Eelco Hofman uit Leek speelt daar handig op in. Hij koopt oude belastingvrije auto's op en zet er een LPG-tank in. Steeds meer automobilisten stappen over op zo'n auto. Dat is zeker bij de oldtimers is het een hot item. Het is een schone brandstof. Het is natuurlijk financieel ook veel aantrekkelijker. Je hebt wel vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting, dus je hoeft eigenlijk alleen maar de installatie terug te verdienen. Wij bouwen in de meeste oldtimers een gasinstallatie in voor €1000. Dus na 7.000, 8.000 kilometer dan heb je eigenlijk de volledige inbouwkosten weer terugverdiend. Vooral oude Mercedes'en, Volvo's en Audi's zijn ideaal om te bouwen. En wie denkt dat het laten bouwen van zo'n gastank in je kofferbak een hels karwei is, heeft het mis. Eigenlijk als je naar de oldtimers kijkt, waar wij voornamelijk in doen, dan is het een gastank inbouwen, verdamper onder de motorkap, bedrading aansluiten en een leiding naar voren trekken. Dus dat is een halve dag tot een dag werk. Dat is eigenlijk een hele simpele ingreep. Voor Hofman is het een raadsel waarom de overheid het rijden op LPG niet stimuleert. Eigenlijk in elk dorp, in elke stad kun je LPG tanken. Het net is er. Alleen het aantal LPG-auto's, en dan praat ik echt over de nieuwere auto's, dat wordt steeds minder. En dat is best jammer, want het is er allemaal. Waarom gaan we daar als Nederland niet mee verder? Waarom gaan we dat niet fiscaal stimuleren in plaats van die elektro-onzin en aardgas wat we nu hebben? Hè? En zo zorgt elke prijsstijging aan de pomp ervoor dat het ombouwen van je benzinetank naar LPG aantrekkelijker wordt.